6. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Welkom, welkom, welkom op deze hele mooie dag. Het is vandaag donderdag 25 november 2021. Dat wil zeggen dat we vandaag onze 46e jaar staatkundige onafhankelijkheid in Suriname vieren en herdenken. Speciaal voor deze dag heeft Tabasirame Maknak. Nou, hij heeft het niet alleen besloten, het is aan hem gevraagd ook vanuit zijn volgers of hij een Sribidinse toespraak wilde houden. En dat is wat er vandaag plaats zal vinden. Hij zit hier niet alleen. Hij is hier trouwens nog niet zitten, hij komt zo meteen aan. Maar in de tussentijd zitten we met een paar Bigiman. En ja, zullen ze even introduceren? Moet ik wat? Aan de rechterkant van mij ziet u meneer Gokki, we kennen hem als familie. Hier, hij is een van onze broers, oompie voor Kedar en de CGL. Meneer Gokki, kunt u uzelf even voorstellen? Oké, dat heeft u al gedaan. Introduceren. Meneer mensen, een fijne dag en nogmaals gefeliciteerd met deze mooie dag. Ik ben hier omdat ik vind dat we deze dag gezamenlijk moeten vieren en ik heb een broer en een waarde broeder, de heer Maknak, de heer Ramon Maknak, en altijd als ik met hem praat is het voor mij big brother. Ik vond het heel fijn dat ik hier zo'n mooie dag samen met hem kan zijn. Trouwens, ik kom hier aan en ik begreep dat hij een live eigenlijk een speech heeft en ik vond het prettig om als familie bij elkaar te zitten. Het is, en ik moet even duidelijk hierover zijn, want heel vaak lijkt het na zoveel jaren Sribidinse, lijkt het bijna alsof we nog mensen zijn in dit land, die dit land niet alleen cultureel, maar ook etnisch uit elkaar wil scheuren. Ik ben hier en iedereen weet wat de achtergrond en de culturele bagage van meneer Maknak, de heer, mijn waardebroeder, de heer Ramon is. Ik heb zelfs een heel ander geloof, ik heb een heel andere cultuur. Ik lijk helemaal niet op hem, hij lijkt helemaal niet op mij. Maar waarom dan? Omdat we Surinamers zijn. We horen bij elkaar. En niet alleen op deze mooie dag moeten we zo bij elkaar komen. Maar altijd. Ik ben altijd hier, ik ben heel vaak hier. We zijn een hele familie hier. En ik vind het fijn. En ik stel het zeer op prijs dat ik gezamenlijk met hem hier kan zitten. Waar hij een prachtige speech zeker weten zal afzetten. Dankjewel, meneer Koffie. Achter mij zit, kunt u zelf een antwoord zeggen? Ja, ik ben eigenlijk Maknak. Nee, van Tom, hier allemaal Maknak. En ik ben het blij dat ik vandaag hier mag zijn. Ik heb deze woorden zelf toespraak aan en ben als familie komen bezoeken en ik vind het leuk. Ja. U kent meneer Liefde al. Meneer Liefde, u heeft eigenlijk al geen introductie meer nodig. Dan zou ik u willen vragen, een Sribidinse speech van Tabasirame Maknak. Was u een van de mensen die daar best wel op zit te wachten? Ja, heel mooi. Vandaag ben ik hier. Je kunt bijna zeggen op uitnodiging van mijn vriend Maknak, Ramon. We zijn heel goede vrienden gaan worden in de tussentijd, nadat ik hier op hulp ben geweest. En ja, het is geklonken. En deze dag een heel mooie dag voor Suriname. Gefeliciteerd mevrouw. Dank u wel. Iedereen. Ja. Maar nu lijkt het alsof wij in een middenstemming verkeren. Niet zo uitbundig meer als de eerste 5 jaren. Je vraagt je af hoe het komt. Waarschijnlijk ligt het aan onszelf of heeft het te maken met een stukje onbegrip naar elkaar toe? Zijn vragen die bij je opkomen als persoon. Want na 46 jaar onafhankelijkheid zou het moeten gaan klinken tussen de mensen die hier ook samenkwamen. Toch? Maar het lijkt erop. Het geluid? Als het lijkt erop. Alsof de mensen elkaar proberen af te troeven. En ik geloof niet dat het goed is. Voor ons. Ja. Toch? Het aftroeven van de verschillende bevolkingsgroepen
naar elkaar toe is niet mooi. We moeten leven naar elkaar toe. Niet alleen samen, maar we moeten leven naar elkaar toe. En elkaar de serieuze brassa geven die we toen hadden in het begin. Ik weet nog, als je op de markt ging bij Ma'e, om die sauwa te kopen van 5 SRD, dan was het niet genoeg voor één persoon alleen. Want als aan de voeding noem maar jammer. En als je klaar was met eten, kon je lekkertjes even 5 stappen maken en gaan bij die grote ton van Sasa, waar ze die jabiri verkocht, toch? En dat was helemaal prima. En die dingen zie je niet meer. Wat je ziet is, ik ben bijna bang om het te zeggen, dat men met elkaar de nek nakijkt, toch? De Lucas Manga CI. En dat moet het niet zijn, mensen. Vandaar. Laten we horen wat Bas Gilamon ervan zal zeggen. Ja. En dat de gemeenschap er profijt uit zal halen. In ons uiterste hoek zit meneer Michiel. Hij is ook een kataan en een broeder van ons. Ja, meneer Michiel, kunt u iets vertellen over uzelf? Eigenlijk is het niet een dag om alleen vandaag te vieren. Het zou het hele jaar door moeten zijn. We komen alleen op 25 en in november bij elkaar. Dus om zo te zeggen, moesten we altijd bij elkaar moeten zijn. Ja. Dus ik hoop dat we het nu gaan proberen. We moeten het verder te brengen, want we moeten niet vergeten. Wij stappen op, maar de jeugd die ons volgt, zou een beter leven moeten hebben. Dus eigenlijk wil ik graag, als het een 50-jarige residentie is, verwacht u eigenlijk Een positieve verandering. Een positieve verandering, oké. Okay. Dat is wat ik wilde zeggen. Dank u wel. Ik vergat helemaal te zeggen, mijn naam is Nico Hoppe-Paters en Tapasiramatagna kan elk moment komen. Als jullie zeggen. Ja, Tapasi, komt u eraan? Yes. Goedemiddag, mijn heren. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ja. En mevrouw Nicole, een hele fijne goedemiddag. En een aangename verjaardag voor Suriname. Aan Charlie. Yes, daarvoor ongestoken met traditie. Weet je nu de geestelijke reading? En ik heb mijn digitale boek hier bij me. Ik hoor er alles anders in. Ja. Ja. Goedemiddag, mijn mensen. Oh my god. En dan kan je daar volgen. Is het niet te ver, nee dan? Nee. Ik denk dat ik een krachtige stem heb. Juist. Wat een zekere verresse, even basieresse. Oké. Zo, ik denk niet dat ik een bril nodig heb. Laat me zien als ik mijn bril nodig heb. Het is vrij. Yes. Ik doe het zo beter, moet ik zeggen, zonder mijn bril. Oké. Okay. S'il vous plaît. Nogmaals, goedemiddag. U ziet mijn stok is het beeld, eigenlijk symbool voor One Nation. Ja toch? Het is een geweldige stok. Als je het helemaal kan lezen, de symbool daarvan, alles zo, dan zou u versteld staan van het, dat het hele geschiedenis van Suriname hierin geestelijk, zowel menselijk en ja, van hier tot de opperbouwmeester en terug beschreven staat, of afgebeeld staat. Ergens in het voor dit jaar zo. En tenslotte naar die zoende, een wankel. Zo. Daar hou ik het volgende voor.
onafhankelijkheid. Eén volk, één natie, Suriname. Een geweldig mooi land waarin heden ten dagen alles dat onder één moet vallen, helaas elke dag verder uit elkaar gaat. Onafhankelijkheid verkregen wij op 25 november 1975, vandaag 46 jaar. De geplaatste felicitatie aan land en volk. De vraag is in deze: is dit gezien de tijd waarin wij nu leven wel een dag om heugelijk te vieren? Of staan we liever stil bij gigantische feiten qua minder ontwikkelingen waarmee wij nu geconfronteerd zijn? De partijpolitieke problemen die er voor de onafhankelijkheid waren, schijnen zich nu te herhalen, waaronder raciale spanningen welke niet bevorderlijk zijn voor ontwikkeling. Diverse politieke allianties profiteren en bevoorrechten zichzelf in plaats daadwerkelijk het voordeel voor het gemeenschappelijk doel na te streven. Ego, machtlust, machtmisbruik zijn zaken welke de boventoon voeren tijdens de zitting van deze regering. Ik herhaal daarom: een ideologie hebben als partij en of persoon dien strikt nageleefd te worden. Vooral als de ontwikkeling en vooruitgang van een land hieraan gekoppeld zijn. Misleiding en verleiding zijn wij mee geconfronteerd, omdat de mens van mooie woorden, beloftes, elkaar verwijten houdt in plaats van de ware feiten naast elkaar te plaatsen. Maar onthoud, vertrouwen in is als een glas, eenmaal kapot is die nooit te herstellen. We nemen voorbeelden aan landen met goede leiders, met name Muammar Gaddafi, ook wel aangesproken als broederleider. Ons land heeft ook zo een leider gekend. Zijn ideologie was uiteindelijk streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk is. Fidel Castro is ook een van de sterke leiders wiens ideologie ook omver werd geworpen. We kunnen dan nu kijken wat er na de val en de dood van deze leiders met die landen is gebeurd. Zou u nu in Libië willen wonen? Wat nu zich nu in Venezuela afspeelt na een heengaan van Hugo Chavez, zou u daar willen wonen? Zou u nu in Cuba willen wonen wat daar opborrelt? Nou, als wij onze natie willen redden, moeten wij nu goed beseffen, wakker worden en dan ook handelen om te voorkomen dat wij niet verloren gaan. Emoties en persoonlijke vooroordelen komen na het belang van land en volk. Als we dus de term onafhankelijkheid en onafhankelijkheid bezigen, laat het dan ook zijn dat elk van ons beseft dat je handelen los moet staan van alle persoonlijke zaken. Integer handelen. Samen opbouwen houdt in dat je allereerst één moet zijn in denken en dan één worden in geest. Ik herhaal, samen opbouwen houdt in dat je allereerst één moet zijn in denken en dan één worden in geest. Dan kun je de beste keus maken voor standvastige ontwikkelingen. Neem u dit mee. Realiseer dat de vijand altijd misleidend bezig is, zodat wij kunnen zondigen. Alles wat hij aanbiedt, is mooi. God daarentegen waagt op een bescheiden manier, maar wel op een erg alerte manier over ons en zal altijd voor ons klaarstaan. Suriname voor ons allen, in onze
culturele spreek zeggen wij Awinawa. Dat betekent samen zijn we sterk verbonden. Zijn we sterk verbonden en diep geworteld tot in de geest. Awinawa. En dit zeggende aan u, ik herhaal het, Suriname voor ons allen. Awinawa, samen zijn we sterk, ik vrij vertaald. Zijn we sterk verbonden en diep geworteld tot in de geest. Als ik dit aan u voorhoud, dan nanga Chinsarin Ati me denki den 46 jaar diep zag. Maar net als hoe mijn beste broeder iets meer ervarend wel in de politieke sfeer zal zijn, meneer Gopi, zowel meneer de andere heren daar, meneer Liefde in het bijzonder, en Bijenefo Magnaat en meneer Jolie, hij is 72, dan hou ik dit even voor, dat zij meer jaren dan mij hebben gezien, dus zij zullen zeker begrijpen wat ik hiermee bedoel. Er heerst een sfeer, er heerst iets dat ons dreigt uit elkaar te halen. Maar daarvoor moeten we waken. En daarom is hetgeen u moet meenemen in dit betoog, deze onafhankelijkheidsspeech van het Akata Kondre, als geestelijke leider, als politiek of dusdanig. Alhoewel, als jij niet naar de berg gaat, komt de berg naar jou toe. We gaan de naam Allah niet weer zelf bezigen. Het komt automatisch naar je toe. En hetgeen je moet meenemen is Winawa. Dat betekent nogmaals in geest en als mens heel verbonden zijn en diep geworteld tot in de geest. En ik wil u alsnog dan een heel bezinningsvolle dag toewensen. Want het is zo stil en koud als het maar kan zijn. Je rekent nou aan een bomvadong, dat nou een ramsa, niets voor afsfeer ondertussen, niet eens via de media, niet eens via wat dan ook, ondertussen dat 46 jaar tafel. Denk aan de afgelopen jaren waarbij het volk werd gebracht. En nu wordt aan het volk onttrokken en behouden in een besloten sfeer. Terwijl anderen nu zich klaarmaken op vertrek om het buiten Suriname grootser te vieren. En op dat moment, wanneer je bezig bent te vieren, je hebt veel gereisd, weet ik dat je het af en toe vergeet. Het is net als de kip. Zij doen een voor in je herde. Omdat ze eens aan het chopman zijn. En je vindt hem voor links en rechts. Dat je vergeet dat abinjankba. Bijna dat soort zwiftig mentaliteit. Wordt er nu gepresenteerd als te zijn regeerprogramma. Naar het volk toe. Jammer voor Suriname. Jammer voor Suriname. Jammer. Maar de mantaki. Mozes dede. Maar kado dede. Ik wens u allen een heel, ik weet niet wat ik zeg, zalig, maar een heel vredige en bezinningsvolle dag. Ik dank u.